Het onderkomen van mediacentrum Volt wordt geen flitsende nieuwbouw, maar een soort doos op strijp S. De oorspronkelijke plannen om een hoge toren te bouwen op strijp S zijn van de baan. Dat zegt wethouder Mirjen Schreurs in het programma Spotlight van Studio 040. Volgens de wethouder kost het gebouw ongeveer 25 miljoen euro en het geld is er niet. De plannen moeten dus worden aangepast. Dus nu wordt er gewoon gekeken naar een oplossing die én heel erg past, maar ook én zo goedkoop mogelijk is. Dus dat betekent dat de investering die in eerste instantie ook van ons verwacht zou worden, en dat was ook in een gebouw, zo minimaal mogelijk wordt. In de nieuwe plannen gaat Volt nog steeds naar een plek naast het natlab. De doos die de wethouder in gedachten heeft, krijgt een bijzondere wand die ook gebruikt kan worden voor multimediale doeleinden. Dus het mooiste zou zijn als we een wand zouden kunnen maken die eigenlijk ook de experimenteerplek is voor het bedrijfsleven. Dan heb je een hele bijzondere buitenkant die mensen ook wel spannend vinden, zeker in deze stad. Terwijl hij feitelijk niks kost omdat hij toch gewoon gebruikt wordt door anderen. Het liefst zou de wethouder willen dat het gebouw in 2014 klaar is. Want in dat jaar bestaat het natlab precies 100 jaar. Meer over de plannen hoor je morgen in het programma Spotlight bij Studio 040.